En aangeschoven is Connie ter Heij. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Weekend Magazine. We gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp voeding. Maar dan wel op een hele, hele bijzondere manier. Ik zei net voor de, ja, we waren al bezig met de lunch hier voor de werklui in de Biesboshal. Die komt uit de Jumbo. Jij houdt je bezig met wat met een moeilijk woord voedseltransitie heet op het eiland van Dordrecht. En ik weet uit tal van plaatsen in Nederland dat redelijk actueel is en redelijke vlucht neemt. Hoe staan we er in Dordrecht voor? Wat gebeurt er op dit moment op dat onderwerp? Nou, er gebeurt wel het een en ander, maar wel heel erg in eigen kringetjes. Je hebt de stadslandbouwkas, de zorgboerderij De Zuidpunt, waar groentepakketten voor de stad worden gemaakt. Er is Kwekerschilde, mm-hmm, van Patrick, die op koffiedrappen oesterzwammen kweekt. Er zijn allerlei moestuinen in de stad. We hebben wijngaarden. En op sommige punten werken ze wel samen. Maar wij zouden dat nog zo heel graag. Wij is Marco Brandt en ik die samenwerken in de werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid van Platform Duurzaam Dordt. Mm-hmm. Zouden graag die verbinding op gang willen brengen. Ja. Ja, want mensen kennen jou van Duurzaam Dordt volgens mij ook heel goed. Omdat jij al jaren op al dat soort activiteiten actief bent. Ja. Als het nu gaat over voeding specifiek, je noemde Marco Brandt al als jouw compaan in dit geheel. Marco en ook jijzelf, ik ken jullie als verbinders pur sang. Hoe zijn jullie nu bezig om die verbinding tussen al die prachtige initiatieven die er op zich in de stad zijn, om dat wat dichter bij elkaar te brengen? Nou, wij zijn vorig jaar begonnen om met heel veel mensen in gesprek te gaan. Met boeren, maar ook met mensen uit de horeca. Mm-hmm. Maar door corona, we zouden heel graag al die mensen bij elkaar willen brengen om elkaar te leren kennen. Ja. En om ook met elkaar te bedenken van hoe willen wij dat er met voedsel omgegaan wordt op het eiland van Dordrecht en daarbuiten natuurlijk. Want buiten Dordrecht gebeuren ook heel veel mooie dingen. Maar zolang we daar, we moeten daarover met elkaar in gesprek. Want voedsel van dichtbij, zoals wij dat mm-hmm, makkelijk noemen, of de korte keten, de keten van boer naar bord, zonder allerlei tussenpersonen daartussen. Ja, die levert gewoon heel veel op voor de stad. Ik vind van boer naar bord vind ik wel lekker klinken. Dat is, dat is ook weer een beetje populair. Maar maakt het wel duidelijk wat de bedoeling is. Want het levert, wat ik al zei, heel veel op voor de stad. Het levert op dat we minder voedselkilometers hebben. Dat mensen bewuster zijn van wat ze eten. En daardoor minder voedselverspilling. Maar het kan ook hele mooie, en dus minder afval. Het kan ook hele mooie samenwerkingsverbanden opleveren. Participatieplekken, sociale plekken. Ja. Voedsel is natuurlijk bij uitstek iets wat je graag met elkaar doet. Dus er zijn in het land, zie je ook steeds meer gemeenschapslandbouw. Dat zijn inmiddels zijn er iets van 120 boeren die worden ingehuurd door gezinnen. Ja. En dan levert één boer voor 120 of nee, voor 200 gezinnen of voor 250 gezinnen jaar rond. Ja. Dat is dat concept, geloof ik, van herenboeren. Nee, herenboeren gaat weer een stapje verder. Okay. De gemeenschapsboeren die doen alleen de groenten. Ja. Dus dan kan je zelf komen oogsten. Mm-hmm. Wat het natuurlijk ook al veel leuker maakt. En je veel bewuster maakt van wat er groeit. Je eet van het seizoen. En dat het soms ook een beetje mis kan gaan. Of dat er beestjes in zitten. Wat heel goed is voor de biodiversiteit. Had ik nog niet genoemd. Maar wat minder voor je bord.
Nou, wat minder voor je bord, maar we moeten toch steeds meer insecten gaan eten. Dus dat wormpje kan er ook wel bij. En de herenboerenconcept, die levert ook nog vlees en zuivel en andere producten die we nu gewoon in de supermarkt halen veelal. Dus wat we willen heel graag is dat er meer voedsel beschikbaar komt uit van het eiland van Dordrecht. Er is kans om, om op te schalen. Er worden nu pakketten gemaakt. Zo'n 100 gezinnen nemen pakketten af van de Zuidpunt. Maar dat aantal kan nog veel meer worden uitgebreid. Maar dan moeten de mensen in Dordrecht daar ook open voor staan. Ja. Dus we hebben aan twee kanten. We moeten aan de kant van de producent proberen mensen te verbinden. En bijvoorbeeld de stadslandbouwkas kan, ja, die heeft heel veel ruimte. En daar kan ook jaar rond dan geproduceerd worden. En de consumenten, daar moeten we ook mee aan de slag. Want die moeten uiteindelijk die stap zetten om anders te gaan eten. En als we nou met die laatste doelgroep eens even beginnen, met de consument. Gewoon de Dordtenaar, die iedere avond in ieder geval een maaltijd op tafel zet. Wat proberen jullie te ontwikkelen om die Dordtenaar te bereiken? Om te zorgen dat mensen zich wat meer bewust worden van dat wat ze op tafel zetten in de avond? Nou, zover zijn we nog niet. Wat we wel proberen is om zoveel mogelijk en ook hier bijvoorbeeld uit te dragen dat je bij de Zuidpunt een hele lekkere groentetas kan bestellen. Voor echt een, nou ja, voor 7 euro heb je een tas vol met groenten van Dordtse bodem. Mm-hmm. En we proberen ook rechtstreeks te promoten. Rechtstreeks haalt vanuit 50 kilometer rondom Rotterdam en Dordrecht producten rechtstreeks bij de boer. Ja. En die kan je afhalen bij Door op de Spuiboulevard. Er waren ooit meer plekken, maar helaas is dat weer verdwenen. Mm-hmm. Dat heeft voor een deel ook te maken met verminderde behoeften. Al is het bij Door knetterdruk op sommige dagen. Maar ook daar kan veel meer gebeuren. Ja. Je moet er alleen iets meer moeite voor doen. Want je moet 1 keer per week je pakket ophalen. En, Je moet ook boodschappen doen. Dus dat is een kwestie van een mindset, denk ik dan. Absoluut. Maar we zouden heel graag mooie maaltijden willen organiseren met spullen van dichtbij. Maar ja, alles ligt een beetje stil, hè? Dat is een beetje jammer. Maar het is natuurlijk wel de fase waarin je plannen kunt maken om te zorgen ook, dat je dat doel dichterbij brengt. Dus vandaar dat ik ook even vroeg naar die consument. Want ontwikkelen jullie al ideeën van hoe je dat publicitair of in de promotie aan wilt pakken om die Dordtenaar te bereiken? Ik bedoel, zijn jullie met dat vraagstuk bezig? Ja, natuurlijk. Maar ook dat doen we dan in samenwerking met partners. Mm-hmm. Het is, Marco en ik willen de kar trekken, maar we kunnen het de voedseltransitie kunnen we niet zelf doen. We moeten kijken waar de energie zit. Er gebeurt in Dordrecht op dit moment heel weinig met of tegen voedselverspilling. Mm-hmm. In andere steden heb je wel weer activiteiten daar rondomheen. Maar dat kunnen wij niet met z'n tweetjes gaan opzetten als vrijwilligers. Dus we moeten kijken wat er in Dordrecht gebeurt en waar mensen ook met elkaar naar buiten willen treden. En zo kunnen we elkaar alleen maar versterken. Ja. En als we dan kijken naar voedselverspilling. Ik heb wel eens begrepen dat we als samenleving behoorlijk wat voeding weggooien. Ik bedoel, heb jij zicht op wat voor hoeveelheden, over wat voor proporties we het dan hebben? Nee, ik heb die cijfers niet in mijn hoofd, maar het is heel veel. En we zien dat supermarkten daar ook aandacht voor hebben door hun spullen tegen een aantrekkelijker tarief te verkopen. Ja. En dat zet ook best zoden aan de dijk. Maar het gaat er ook vooral om dat je zelfbewust wordt. Hè? En daar op tv, we worden er overal folders van de supermarkten. Er is al best heel veel aandacht voor. Mm-hmm. Maar we zijn het zelf die het uiteindelijk moeten doen. En
Ja, en niet meer de kiloknallers kopen, maar nou ja, dan maar bruine bonen. Want ja, daar krijg je ook je eiwit mee binnen. Dan blijft het toch altijd weer hangen dat huishoudens kiezen voor gemak. Ja. En iets al snel dat gedoe vinden. Ja. Ik hoop dat ze het gemak gaan ervaren van dat het toch ook heel leuk is om lokaal je producten te krijgen en daar dingen mee te doen. En dat in het land zie je ook dat de leveranciers van pakketten en dan zeker van dichtbij, dat die enorme aanvragen hebben gekregen, zeker door corona ook. Mm-hmm. En mensen zijn zich ook wel langzamerhand steeds meer bewust van wat ze in hun mond stoppen en waar het vandaan komt. Het wordt nu nog ook heel erg gezien als iets elitairs, maar ja, als je voor €300 per jaar een heel jaar groente kan halen, dan is dat volgens mij niet heel, per definitie heel elitair. Dat klinkt als een heel schappelijk bedrag. Ja, deze tijd waar mensen toch wat meer op hun eigen thuissituatie teruggewerpen is misschien wel ideaal om toch bewuster te kiezen van we maken het zo leuk mogelijk thuis en we besteden tijd en aandacht aan eten en aan wat voedsel wat we op tafel zetten. Dus ik wens Marco en jou in ieder geval heel erg veel succes met die beweging van boer naar bord, zeg ik dan toch maar even. En ik hoop dat we snel elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten. Dat die samenwerking tussen al die pareltjes die er echt in Dordrecht zijn op dit gebied echt met elkaar verbonden raken. Ja, en dat we dan even lekker iets gaan eten. Lijkt me top. Heel veel succes daarmee. En zet hem op. En ik zal het in ieder geval met belangstelling volgen. Wordt vervolgd. Dankjewel, Connie. Okay.